Good morning Sunshine, super leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe vlog. Het is alweer een tijdje geleden. Ik ga heel eventjes een update maken tussen mijn laatste vlog en deze vlog die jullie nu gaan checken. Want ik vind wel dat ik daar even een zegje over moet doen. Ik heb namelijk super veel reacties gekregen van mijn volgers. Wat ik echt enorm waardeer, want jullie waren er gewoon vanaf dag 1. En ik kan heel goed begrijpen dat je iemand volgt. Dat je een kijkje krijgt in iemands leven. En dat je helemaal op die ritme zit. En dan ineens krijg je daar niks meer over te zien. Of tenminste, niet veel. In ieder geval niet de weekvlogs. Maar dit was voor mij echt een hele bewuste keuze geweest. Want ik ben eigenlijk in de afgelopen periode nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven. Ik heb echt een hele mooie tijd gehad. Zoals jullie weten ben ik verloofd en is mijn hand gevraagd. Ik heb dat eigenlijk best wel veel voor mezelf gehouden. Ik had natuurlijk wel bekendgemaakt dat ik ten huwelijk ben gevraagd. Maar echt het proces daarna heb ik een beetje voor mezelf gehouden. Omdat ik echt heel erg merkte dat heel veel mensen een mening hadden. Reacties over mij vind ik echt absoluut niet erg. Ik ben dit al gewend. Mijn huid is echt al super dik. Maar ik had echt even een momentje voor mezelf van oké, je bent nu gelukkig. Je maakt hele mooie stappen in je leven. Ik had toen pas mijn huisje gekregen. Daarin nam ik jullie toen wel mee. Maar daarna begon ik echt steeds te minderen. Omdat ik echt merkte van oké, dit gaat echt mijn geluk eigenlijk bijna verpesten. Nou ja, verpest is een groot woord. Maar in ieder geval dat je er toch mee gaat zitten. Toen dacht ik, oh no, dat gaat mij niet overkomen. Dus ik heb zo erg genoten van deze periode. En ik ben ook echt blij met de keuze die ik heb gemaakt. Dat ik het even stil heb gelaten. Even pauze genomen van social media. Lekker genoten met familie, met schoonfamilie. Toch elkaar beter leren kennen op je eigen manier. En dat heeft me echt heel goed gedaan. En ja, nu is eigenlijk alles weer een beetje stabiel en gaat het goed. En ben ik ook gewend aan het huisje en het huishouden. Want believe me, laat ik het zo zeggen. Ik was het niet echt gewend om dat te doen. Dus dat brengt natuurlijk ook veel stress met zich mee. Maar stapje voor stapje heb ik het allemaal gelukkig, al zeg ik het zelf, goed gedaan. En voel ik me gewoon goed. En is het nu weer tijd om lekker te gaan vloggen en jullie mee te nemen in mijn dag. Oh ja, misschien ook even handig om mijn outfitje te laten zien. Ik heb nog geen grote spiegel thuis. Dus ik moet het nog even zo doen. Dit blouseje is van de Zara. Vind ik heel lekker zitten. Is echt een hele lekkere stof. En dan heb ik hem gecombineerd met een jeans. En met deze leuke blauwe schoentjes. Het is wel vervelend dat je mijn sok ziet. Dus dat gaan we eventjes zo naar binnen doen. Let's go. Guys, ik zit in de auto. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik heb even mijn make-up weggehaald. Want ik moest net een campagne opnemen. Dat heb ik al gedaan. Ik merk echt dat mijn lippen droog zijn. Ik weet niet of meerdere mensen daar nu last van hebben. Vooral tijdens de Ramadan. Want je drinkt natuurlijk niet veel water. Maar ik heb op aanraden van een medewerker in een drogisterij deze gekocht. Ik weet nog niet of die echt goed is. Ik heb hem namelijk gisteren gehaald. Dus hij moet nog eventjes zijn werking doen. Dus ik ga jullie het laten weten. Is wel handig natuurlijk. Als je een koortslip hebt. Wat ik wel weet is dat een koortslip never meteen weggaat. Maar het is wel eventjes goed om je lippen gewoon goed te blijven te verzorgen. En ik denk echt dat het gewoon komt omdat ik niet genoeg water drink. En dan zijn ze en droog. En je krijgt een koortslip. Anyway, vandaag krijg ik bezoek. Dus ik ga eventjes het een en ander halen bij de Albert Heijn. Ik ga eventjes wat klaarmaken. Ik heb al een soep. Even denken, ik wil de burritos gaan maken dus. Ik ga ook eventjes langs de boer. Dat is echt een standaard traditie van mij tijdens de Ramadan. Voorheen ook voor mijn moeder altijd. Dan moest ik melk halen en van alles. Nu ga ik dat ook doen. Waarschijnlijk ook yoghurt, kaas. In ieder geval, ik ga jullie gewoon lekker meenemen. En dan ga ik naar de slager toe. En dan ga ik naar huis. Even opruimen. En ja, dat was het weer. Helaas is de vanille yoghurt op. Maar ik heb een beetje kaas genomen. En boter. Of raadt u me eigenlijk deze bos
Even kijken hoor. Ja, die is ook heerlijk. Het is een heel andere smaak. Hij is ook wel echt heel lekker. Anders probeer ik hem wel gewoon. Ja. Ja, dat is goed. Graag. Zo, dat waren dus mijn boodschappen bij de boer. Nu ga ik heel eventjes naar de slager toe. Dat is hier eigenlijk best wel druk. Dus ik hoop dat het bij de slager iets minder druk is. Ik rij overigens naar mijn favoriete slager in Leiden, Mabrok. Zijn vlees is altijd zo vers en zijn service is altijd zo top. Dus daar rijd ik nu eventjes naartoe. En dan nog even naar de Albert Heijn. Dan rijd ik langs mijn moeder. En dan kan ik naar huis gaan. Ik ben dus eventjes bij de slager. Ik ga eventjes kalfsgemak halen. Om daar zo dadelijk broodjes mee te maken. Ik vind dit echt heel attent. Ik heb er gewoon een watermeloen bij gekregen. Hebben jullie ook zo'n gevoel dat zoveel herrie. Hebben jullie ook zo'n gevoel dat watermeloen extra lekker smaakt tijdens de Ramadan? Het heeft gewoon een hele aparte smaak. In ieder geval, mocht ik vragen krijgen, deze slagerij Vers Mabrok zit op de Beestenmarkt in Leiden. Heel makkelijk te vinden. En het zijn echt toppers. Even lekker een boodschappentas naar mijn broer. Dan kan hij vanavond ook eten. Ramos! Ramos! Hey! Hey, hey! Alles goed? Alhamdulillah, jij? En hoe gaat het? Long time no see! Oh my god! Overenthousiast! Hey! Hey! Ik heb net eventjes boodschap gedaan en toen kwam ik deze leuke pot tegen en deze Oreo koekjes. In mijn hoofd ziet het er allemaal heel leuk uit, dus ik ga nu eventjes allemaal uitpakken en hierin doen. Ik ben benieuwd of het er net zo leuk uitziet in het echt. Oké, guys, ik krijg vandaag bezoek, maar de persoon die op bezoek komt, die eet geen vlees. Dus ik heb eerder dit gerecht gemaakt en dit is echt super lekker. Het zijn aardappelen en wacht, ik ga het je even laten zien hoor. Gevuld met broccoli. Even kijken, roomboter. Check. Even kijken of ik alles heb. Ja. Nou, super easy. Staat gewoon op kookmutjes. Even kijken bij welke stap ik nu ben. Want ik heb die aardappelen even laten koken. Voor 30 minuten. Dus ik moet ze zo dadelijk eruit halen. In een ovenschaal doen. Bakpapier. Ja, de oven staat ook aan. Check. Oh ja, broccoli snijden. Dat ga ik even doen. En dan hou je de vulling zeg maar eruit en dan doe je hem later weer erin. Met allerlei andere dingen, maar dit is echt super lekker. Echt een aanrader voor als je geen vlees eet of even geen zin hebt in vlees. Ik zal even in de beschrijving de link zetten van kookmutjes. Deze aardappelen gaan zo dadelijk in de oven. Ik heb ze al gekookt. En de inhoud gaat er dan uit en dan gaat er broccoli en cheddarkaas bij. Maar het is zo lekker. Ze moeten nu eigenlijk de oven in, anders ben ik te laat. De aardappelen zitten dus eventjes in de oven. Ik heb de broccoli even gesneden en die laat ik nu eventjes koken. De aardappelen zijn uit de oven gekomen. Ik heb ze eventjes door de lengte in tweeën gesneden. Ik wacht nu heel eventjes tot ze afkoelen. En dan haal ik de inhoud even met de lepel zo eruit. En dan ga ik de broccoli erbij toevoegen. Die is al klaar, die heb ik al een beetje geprakt. En dan komt de rest er nog bij. Oké, ik ben dan weer bij de volgende stap. Ik heb heel eventjes de aardappelen laten afkoelen, want ze waren natuurlijk super heet. En ik heb de inhoud uitgelepeld. Die zit nu hierin, samen met de broccoli. Ik ga er dus wat zout, peper bij doen en zout bij doen. En een klein beetje uienpoeder. En dat ga ik dus heel even mengen. Dan doe ik er nog wat roomboter bij. Ik heb er dus zout, peper en uienpoeder bij gedaan. Ik heb er nog roomboter bij toegevoegd. En nu doe ik er raspte kaas bij. En dan ga ik heel even alles stampen. Zoals je ziet heb ik de inhoud teruggedaan in de schil van de aardappelen. En heb ik er nog eventjes geraspte kaas overheen gedaan. Ik was het gewoon even kwijt. En ik wacht nog heel even op de laatste 10 minuten. À 15 minuten. Dan gaan ze nog even terug in de oven en dan kan de kaas smelten. Maar daar wacht ik nog heel even mee, want anders worden ze koud. En het is natuurlijk lekkerder als ze gewoon lekker warm worden geserveerd. Dus ik ga daar nog heel even mee wachten. Ik heb eventjes een semen gemaakt. Hier zit dus gehakt in, ui, paprika. Dus dit is eventjes aan het bakken. En dan gaan we weer verder. En verder ben ik dus eventjes brood aan het maken. En hier zit dezelfde vulling in, maar dan met een andere soort bladerdeeg.
Ik ga nog heel even snel een shake maken. Ik heb hier verse aardbeien in gedaan. Die heb ik in de diepvries gedaan. Dan worden het gewoon diepvries aardbeien, zodat het lekker koud is. En ik heb er mango sap in gedaan. Ik lig eventjes lekker op de bank. Ik heb het vandaag zo gezellig gehad. We hebben even met z'n allen gekookt. Nee, met z'n allen. Voor de mensen die vrijwillig met mij in de keuken wilden staan. Maar ik vind het eigenlijk leuk omdat mijn keuken zeg maar in de woonkamer is. Dus je bent gewoon precies aanwezig met iedereen. Voorheen dacht ik, oh jee, de keuken in de woonkamer. Dus hij moet altijd schoon zijn. Mijn keuken is eigenlijk altijd schoon. Maar ik dacht er toch anders over na. En nu tijdens de ramadan denk ik, oh gezellig. Ook na het eten, als ik dan een theetje zet. Dan ben je gewoon een soort van gewoon nog samen. Anyway, dit wilde ik jullie allemaal niet vertellen. Ik wilde jullie gewoon zeggen dat het super gezellig was. Na het eten zijn we ook nog eventjes gaan lopen. Vooraf had ik zeg maar besloten om een beetje gezond te gaan doen tijdens de ramadan. Maar ik kan die bladeren tegen dingen en die lekkere brood echt niet laten liggen. Misschien dat ik de laatste 2 weken van de ramadan anders ga aanpakken. Omdat ik het dan zat ben. Maar in ieder geval, ik heb het vandaag goed gecompenseerd. We zijn lekker gaan lopen. Echt met z'n allen. Ik vond het zo gezellig. En toen ben ik even lekker gaan douchen. En nu zit ik op de bank. Ik ga genoeg water drinken deze nacht. Zodat deze lippen ook weer eventjes weer normaal worden. Ik heb wel het gevoel dat het crèmeetje echt goed werkt. Maar daar kom ik sowieso eventjes later op terug. En dat was het. Ik ga even lekker een filmpje kijken of een documentaire. En dan ga ik slapen. En dan zie ik jullie morgen weer.